Look at the sky, see how it shines, shining for you. Now, somehow it seems... Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Fem. Wij zijn Joyce en Scarlett van het YouTube kanaal Ik Vrouw Voor Jou. En vandaag maken we een video over... Hangende potten? Hangende potten, ja! We zijn niet zo heel erg goed in do-it-yourselves en dit is een van onze eerste, dus hoop dat jullie het leuk vinden. Maar ja, laten we beginnen. Yes. Nou, wat heb je nodig? Je hebt de volgende spullen nodig. Je hebt 8 meter touw nodig, dat kan je gewoon halen bij de Praxis. Dan heb je een ring nodig, ook die haal je bij de Praxis. Een haak, een schaar, een potje en tenslotte een plantje voor in het potje, want het staat wel zo gezellig. Wat je dan gaat doen is de 8 meter touw ga je verdelen in 4 stukken van 2 meter. Heel eenvoudig, want je houdt dan volgens dus 4 van dit soort touwtjes over van 2 meter. Nou, deze doe je dubbel en dan doe je ze zo door een ring in een lus, zodat ze stevig vastzitten en zodat je dus aan de onderkant eigenlijk 8 touwen overhoudt. Nou, wat je dan gaat doen is verdelen in paren. Het is handig om het gewoon op de grond te doen. Want dan kan je gewoon de hoogte van de knopen die je zo gaat maken, kan je gewoon duidelijk bepalen en goed zien. Nou, dan ga je op ongeveer 40 centimeter vanaf de ring van boven, ga je een knoop maken. En dat doe je voor ieder paar. En dan ga ik de touwtjes weer naar elkaar toe doen, zodat je dus, ja, zodat het een soort van net wordt. En dat doe ik voor allemaal. Behalve, je hebt natuurlijk aan de buitenste delen heb je er eentje die dan niet naar elkaar toe kan. Maar die doe je weer naar elkaar toe. Kijk zo. Nou, ook hier maak je een knoopje. En dan ontstaat dus een soort van rondje. En dan ga je voor de derde keer knopen. En dan doe je opnieuw alle draden naar elkaar toe. Nou, dan heb je een netje gemaakt. Eigenlijk ben je nu al bijna klaar. Want nu kan je de onderkanten naar elkaar toe maken. En dat kan je doen door of gewoon een flinke knoop te maken. Maar dat werd een beetje lomp in ons geval. Dus we dachten, we maken een vlecht. Nou, het is niet helemaal perfect. Maar ach, het is een vlecht en het ziet er best prima uit. En dan kan het potje erin. Nou, heel simpel. Je doet het gewoon open. En dan, ja, als het goed is, past het dan allemaal. Zo, potje erin. En dan kunnen we hem gaan ophangen. En dat is natuurlijk het leukste. Dus let's go! Leuk dat je hebt gekeken naar onze video. We hopen dat je hem leuk vond, onze hangende potten. Ja, want ik vond het heel erg leuk om te maken. We maken niet zo heel veel zelf, maar als je al eenmaal bezig bent... We maken niet zoveel zelf. Nee, dan is het heel erg leuk om te doen. Ja. En het is echt heel erg simpel. Dus als je echt net zo klungelig en stuntelig als ons bent en niet zo... Maar dit is wel oké, toch? Ja. Het is best goed geworden. Het is echt vet simpel. Dus echt, ga het een keer doen als je het leuk vindt. Als je, ja... Dat is het. Gewoon doen. En het sluit ook mooi aan bij onze vorige cliché woontrends. Ja, want het is, want het is het natuurlijk een beetje. Zeker. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk. Ja, dus. En hopelijk jullie ook. En ga je het ook maken? Ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal. En onze video te liken als je hem leuk vond. Dus, ja, dag. Dus dat. Doeg. Misschien ligt daar een hamburger of zo. Sorry.